Heb je ons nog aan de lijn, als ik dat zo mag zeggen? Ja, Joop, ik hoor je luid en duidelijk. Kun je even zeggen, ik heb hier twee cijfers staan. Voor maximumsnelheid, één van 1010 en één van 990. En dat hangt af van de versie waarmee jullie vliegen. Is dat de 300 of 200? Als ik het wel heb, had ik dat aan het bovendek kunnen zien. Ja, het is een 747-300 waarin wij vliegen. Die is speciaal voor jullie maatschappij ontworpen, hè? Ik geloof niet dat verder andere maatschappijen ermee vliegen. Nou, het is zo dat wij een van de weinige maatschappijen zijn die in de tijd de oude 747-200 hebben laten ombouwen naar een 300-serie. De hele rug van de machine, het hele bovendek, is er in de tijd afgehaald op de fabriek. En daarna is er een nieuw verlengd bovendek opgekomen. En toen was de 200 omgedoopt in de 747-300. Ah, vandaar. Met wat voor snelheid komen jullie nu straks over? Ik had het over 1000 km per uur. Dus jouw versie kan 1010 km vliegen. Maar wat wordt het hier boven de baan dan? Zal het wel ettelijke 100 kilometers langzamer zijn? Wat we kunnen, dat doen we niet. Dat hebben we van de week op de simulator geprobeerd. Dat zou te gek worden. We komen straks bij de eerste passage over met 450 km per uur. En dat is ongeveer de helft van de snelheid waarmee we normaal kruisen. Maar je hebt ook minder gewicht aan boord nu, hè? Wat zeg je? Je hebt minder gewicht aan boord. Ja, we wegen op dit moment maar zo'n 200 ton. En normaal als we starten, als die machine bijvoorbeeld vanavond naar Houston gaat, dan weegt die in de buurt van de 375.000 kilo. En als je dan nu straks 450 vliegt, wat vlieg je dan richting Houston met 375 ton? We vliegen dan naar Houston met zo'n 375 ton. We klimmen dan naar zo'n 10.000 meter. En we hebben dan een snelheid van ongeveer 900 km per uur. Gerard, hoe zit het met de brandstof? Hoeveel liter kun je aan boord hebben en hoeveel heb je nu aan boord? Want dat zal in verband met die 450 km snelheid ook wel minder zijn. Ja, we zijn van Schiphol vertrokken met 30.000 kilo. Dat is zo'n 45.000 liter. En daar hebben we nu nog zo'n 35.000, 40.000 liter van over. Maar als die machine vanavond naar Houston vertrekt, dan zou het me niet verbazen als we met zo'n 180.000, 190.000 liter in de vleugels en onder de romp vertrekken. Op de camera op de grond zien we jullie nu aankomen met twee lichten voorop. Ik zou zeggen, Gerard, neem het verslag maar over. Je bent de derde commentator vandaag. Ga je gang. Dankjewel, Joop. Wij hebben de baan hier inmiddels natuurlijk ook in zicht. We dalen op dit moment naar een doornhoogte van 300 meter. We zullen dalen naar 150 meter. Ik heb het al gezegd, onze snelheid is 450 km per uur. En over ongeveer 1 minuut zullen we met die snelheid over de baan vliegen. En Joop, we maken ons nu gereed om de machine weer boven de baan op te trekken. En we zullen dan gelijktijdig een rechter bocht inzetten. We draaien dus weg over rechts. Wij zagen daaronder wat Henk ten Beste het konijnenhok noemt. Ja, dat is het konijnenhok wat je daar zag, hè? En daar, zit gaan we de daar zit de camera in, hè? Ik zal de kijkers dan wel even patent maken als we dat zien. Maar ga door met je verslag, Gerard. Oké, we klimmen nu alweer door 300 meter hoogte. We gaan naar 500 meter. En zo dadelijk zul je een aantal commando's horen. Flaps 1, flaps 5, flaps 10 enzovoorts. Dat zijn de zogenaamde landingsklappen die door Hans worden uitgedaan. Die landingsklappen die schuiven achter en onder de vleugel naar buiten. Die verhogen het oppervlak van die vleugel. Daarmee wordt ook de draagkracht verhoogd. En dat stelt ons in staat om onze snelheid van die oorspronkelijke 450 km per uur terug te brengen naar de landingssnelheid. En die ligt in de buurt van de 250 km per uur. Het is misschien voor jullie beneden daar te zien, Joop. We beginnen nu aan een linkerbocht. Ja. We keren terug naar Delen. We zitten alweer in de daling. Inmiddels gaan de
klappen, de landingsklappen gaan naar wat wij noemen standje 20. En onze snelheid is inmiddels teruggelopen naar zo'n 330 km per uur. Als we straks uit de bocht komen en we weer recht op delen afvliegen, dan zul je Henk het commando gear down horen geven. Dan gaat de linkerhand van Hans naar de wielhendel. Hij drukt die dan naar beneden. En dan zullen alle 18 wielen die zullen uitkomen. 16 voor het hoofdonderstel en 2 onder de neusstijl. En we draaien nu weer wat wij noemen final. Dus voor de baan en we maken zo dadelijk een passage in de tegenovergestelde richting. Ja, het is niet te geloven dat we zo direct kunnen meemaken wat er in de cockpit van de Jumbo gebeurt. Met de bemanning, gezagvoerder Henk ten Beste, tweede vlieger Hans Mentink en BWK Tine Stoker. En onze gastheer daar aan boord, een andere gezagvoerder van de KLM, Gerard Plukkel. En je hoorde het misschien, Joop, gear down en Hans die drukte de wielhendel naar beneden. En bij ons in de cockpit branden nu 2 rode lampen als teken dat de luiken open gaan en zich weer sluiten, dat de wielen naar beneden komen. Daar is het groene gear down lampje en dat betekent dat de wielen veilig uit zijn. En ik kan je verzekeren dat we dat hebben kunnen constateren, want we kijken nu met de camera die onder het toestel hangt naar de wielen die uit zijn. Het landingsgestel zagen we uitgaan, de luiken gingen open. En op dit moment zien we hoe de delen nadert. Een microfoon hebben we voor in de cockpit en die vangt dit geluid op dat we nu op de achtergrond horen. Ja Joop, en misschien is het ook wel even aardig om je te wijzen op de stand van die hoofdwielen. Je ziet dat ze achterover hangen, dat is niet de stand waarmee dat vliegtuig natuurlijk normaal op de grond staat. Dat komt omdat de wielen alleen maar in deze stand kunnen worden opgehaald, anders passen ze niet in de wielkasten. Bovendien landt dat voor ons heel prettig, want tijdens de landing dan wikkelen die wielen zich als de voeten van een hardloper van hiel naar teen hartstikke mooi af. Wij maken ons nu gereed voor een go-round. Dat is een aantal opvolgende commando's die inhouden dat we klim zullen inzetten, dat er gas op de motoren wordt gegeven. En dan gaan we weer van onze hoogte van 150 meter door naar ongeveer 500 meter hoogte in een rechter klimmende bocht. Dat kleine wieltje wat u in het midden ziet, dat is het neuswiel en daar gaat de handel weer naar binnen. In luchtvaartkringen heet dat dirty overvliegen, vuil overvliegen met landingsgestel en flaps uit. Hier weer directe beelden uit de cockpit van de Jumbo die zojuist is overgevlogen en waarmee de KLM de jubilerende Koninklijke Luchtmacht feliciteert. Zoals ook duidelijk stond te lezen aan de zijkant van de Boeing die zometeen nog een keer overkomt ten afscheid. Ja Joop. De wielen zijn op. We houden de landingsklappen uit en dat stelt ons in staat om dan half vuil, om het zo maar eens te noemen, straks een passage te maken met nog eens een keer 250 km per uur als voorbereiding voor een groet ten afscheid, een cirkel om de toren.
De Boeing 747 van de KLM draait nu een linkerbocht om weer recht voor de baan aan